Mensen vragen mij vrij vaak waarom. En ik denk dat het is omdat dat een gemeenschap is van mensen. Wij werken voor Waze, maar het is op vrijwillige basis. Julie en ik, wij rijden vrij graag. Deels als voor ons werk en deel omdat het een passie is. Het is gaan. Het is uren achter het stuur zitten. Het is mensen zien op de straat. Het is kijken. Eigenlijk. Het is de wereld ontdekken, maar sneller. Het is fijn om in een auto te zitten. Het is fijn om in de war te zitten. Buiten regenen, binnen is het warm, gezellig. Wees, zorg ervoor dat we tegen mensen kunnen zeggen, nee, we zitten niet gewoon 6 uur in een auto. Wij zitten in een auto met een doel. Wees weet daar niet van. Wij zijn puntenverzamelaars. Like dat gaan mensen net die in de lijst punten verzamelen, verzamelen wij punten op Wees. Het is een beetje, het is een winnaarsmentaliteit ook eigenlijk, hè. Het is niet als je zoveel 10.000 punten hebt dat je dan iets wint of zo. Maar het wel veel punten op het einde van de baan. Oh, obstakel op de weg. Oh, we laten direct aanduiden. Obstakel op de baan. Toen maar aan de kijken. Hier is... Dit is duidelijk een obstakel op de baan. Vaarplaats. Voilà, obstakel op de baan. Even. Die andere wezers gaan dat nu direct zien op hun kaart en zeggen, wow, amai. Wees is eigenlijk ook de social media app. Je kunt andere wezers zien in je omgeving als je op je app kijkt. Je doet hem open, kun je allemaal wezertjes zien. Het zijn gemeenschappen. Als je iemand anders een andere wezer tegenkomt, kun je zwaaien. Allee, die app deed niet altijd op, dus dat is soms raar dat je zwaait naar iemand en die weet niet waarom dat je zwaait. Maar als je echt veel chance hebt en het is juist op dat moment je update die app, dan zwaai je naar de juiste persoon. Je rijdt dan ergens langs, je ziet, oh, daar stond een flitspaal. Je tikt op die naam en ziet dat die naam staan op dat ding, op dat weesbolken. En je denkt, oh, merci, GVD 726. Allee, dat is echt appreciatie dat ik je dan toon voor die mensen. En het is dat wat ik wil bereiken voor mij en Julie. Allee, voor Julie en mij, vriendelijkheidsgewijs. We zijn een community aan het opbouwen eigenlijk via Wees. Het is niet alleen voor de punten dat ik het doe. Het wordt geapprecieerd door de mensen. Ik doe het voor het volk. Dus ik zorg ervoor dat er andere bestuurders op de baan veilig zijn. En Julie zegt altijd, Brein als een passie. Ik zeg altijd ja. Voilà, kijk. Alles gaat goed. Nog geen probleem op de baan tegenkomen ondertussen. Maar blijf gewoon rijden. Je blijft gefocust. En zo rijden wij eigenlijk in de weekends rijden wij Hans België rond. Om zo te zien waar zijn de problemen. Zodat we tijdens de week eigenlijk al op voorhand gewaarschuwd zijn van oh, daar kon er een probleem geweest zijn of daar. Dus wij rijden in de weekends eigenlijk naar onze werkplaats om te voorkomen dat we de maandag erop met een probleem zouden zitten. Is dat passie voor ons werk of passie voor de veiligheid van iedereen? Dat is de vraag. En ik denk dat het passie is voor de veiligheid van iedereen. Kan het niet beide zijn? Ook voor het werk waarschijnlijk. Je komt toch graag op tijd toe op het werk. Dat is waar. Iedereen heeft dat eigenlijk graag. Iedereen gaat graag gaan werken. Dat is een feit. Allee, als we vinger op honderd moeten drukken, dan is het iedereen gaat graag gaan werken. Tak op de baan. Tak op de baan, direct. Hup. Wil jij daar even in geven? Voilà. Ja. Geef maar in, tak op de baan. Gevaar. Op de baan, op de weg. Op de weg. Natuur. Voorwerp. Voorwerp, hup. Doe maar verzend. Hup. Het is geen werk. Het is geen werk als je geamuseerd, zeggen ze altijd. Maar wat als je doet om je te amuseren en het blijkt werk te zijn? Dat is een diepere gedachtenis dat je moet hebben achteraf. Ik zie nog een keer iets van België. Vroeger reek ik gewoon rond om te rijden van punt A naar punt B. Nu reik ik rond om mensen te helpen. Daarom is Wees voor mij like de Nokia van vroeger. Connecting people. Ja, kijk, het is meer dan alleen maar een app. Ik ga het blijven zeggen. Het is een gemeenschap. Ik heb ook Julie zo ontmoet natuurlijk. Op Wees. JV80. Dat was jullie haar gebruikersnaam op Wees. Ik weet dat nog vrij hoe. Ik had chance. De app was juist geüpdate. Ik keek opzij. Ik zwaaide naar schoonmadamke naast mij. Ik keek op mijn app. Ik zag een balken. Klik daarop. JV80. Deed mijn raamje naar beneden. JV80 zei ik. Zij deed haar raamje naar beneden. Ja, want ze had mij niet gehoord. Ze vroeg wat? Ik zei JV80. Ze zegt wat? Ik zei klik er op je balken. Ze zegt wat? Ik zei Wees. Ja, ik heb Wees. Ik zei ja, maar klik er op je balken. Ze klikt op haar balken. Ze zegt wat moet ik nu doen? Ik zei wat staat er? JV80? Ze zegt ja, JV80. Ik zei hey, JV80. Ze zegt ik weet niet wat je bedoelt. Ik zeg godverdomme meisje, met u ga ik op date gaan. Nu snapt ze wel wat ik bedoel als ik JV80 zei. Dat is koosnaamje eigenlijk voor ons. Tussen ons twee.
Zij is CV80 en ik ben Bloesem. Dat was de rare naam. Ik kon toen gekozen. Ik was vrij into bomen toen. Ja. Liefde zit soms op rare plaatsen. Wees. Je mocht niet gelimiteerd denken als je dit doet. Dat bord is hier omgevallen. Voorwerp. Ja. Het is gebeurd. Ah, zie, dat mensen zijn eigenlijk stoppen. Ze zijn eigenlijk stoppen. Alleen dat er niet... Alleen dat er geen morgen is. Dat is het probleem met de mensen. Oh, kijk, voilà, hup, meneer. Waar op de baan? Voilà. Dat is een wild dier op de baan, hè? Een wild dier op de baan. Up, ingeven. Up. Werkzaamheden over 110 meter. Bevestig. Kijk, hup, voilà. Stilstaande voertuig. Over 400 meter. Oké. Okay. Even timen. Even kijken. 290, is er een voertuig? 230, 350, 270, 140, 120, 90, 70, 40, 20. Hup, geen voertuig. Geen voertuig. Verwijder. Voilà. Oh. Verwijderd. Hup, geen voertuig gezien. Nee. Oké. Okay. Mijn grote passie is... En dat is iets dat ik al vaak over gedroomd heb. Ik heb er al met Julie over gebabbeld. Ik zou vrij graag... Gentse stem, man 1 willen zijn. Moest Wees mij vragen of dat ik iets zou willen inspreken op Wees? Dat ligt de grootte eigenlijk. Like Nederlandse stem, vrouw 1. Ik oefen dat thuis. Ik oefen dat ook in Notto. 250 meter naar rechts. Rechts aanhouden. Opgepast. Gevaar op de baan. Ik zou er geen rotvang voor moeten nemen. Alles wat ik zei. Opgepast. Flitser. Opgepast. Politiecontrole. 250 meter. 200 meter. 150 meter. 50 meter. Godverdomme, zelfs bij hen. Op 450 meter als het mij vraagt. Het is echt van levensbelang. Ik kan het niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat het is dat je dit doet. En ik weet dat er veel mensen zijn die het niet doen. De profiteurs, de weesprofiteurs noemen we ze. De profitewezers. Dat is nog geen ding, hè? Dat is nog geen brainstorm sessie. Maar de profitewezers, ze maken er misbruik van. Is de passie? Ja. Is het een lifestyle? Ja. Ik durf te zeggen dat wees ons leven is. Kijk, en af en toe is het ook een keer smooth sailing, hè. Af en toe kun je ook gewoon doorrijden. Zijn er geen problemen op de baan? Moet je niks ingeven? Dat is het ook leven, hè. Het moet niet altijd spanning en... Maar hoe zeg, oh fuck, oh. Kustzakker, hè. Ja. En dan staat de plons langs de kant van de baan. En dan moet je beginnen, hè. Hier, gevaar. Op de weg. Stilstaand voertuig. Voilà, 6 punten. 6 punten. Dank u. Die heeft dat gezien. Die heeft dat gezien. Als die geweest heeft.